En dan neem ik de rugmiddels weg. Want ik kan het pas zeggen. Ik zal niet dikwijls niet meer zeggen dat we nog een keer met 11 anderen samen zien. Dat gaat wel nog gebeuren. Ja. We zijn van de gelukkige mensen die dat kunnen zijn. Christa kan dat niet meer, dus dat is al. Jij ook al niet meer, dus dat is gewoon zijn. Een keer allemaal samen nog een keer. En ik wil iemand in de bloemen zetten. Voor de zon. Hoe kun je luisteren of ga je kletsen? Luisteren, Chantal! Luisteren, vrouw, dat is goed. Wat zeggen die zee? Dat is mijn frère en moeder en mijn soeur, die zijn moeder. Ja? Ja. Allee, doe voort. Doe voort. Misschien moet ik met je doen. Bon, ik wil dus iemand in de bloemetjes zetten. En dat is, je gaat misschien een beetje raar vinden, maar dat is eerst en vooral voor mijn drie schoonzusters. En ik ga een keer zeggen waarom. Voor mijn drie schoonzusters ga ik ga mijn drie schoonzusters vervelgen. Nu, kijk, als je die niet eens mee neemt, daar is het kopje. Ik ga dus mijn drie schoondochters een keer in de bloemen. Zusters. Schoonzusters in de bloemen. Oh, hier zit aan de kant. Dat is mijn schoonzuster, dat is mijn schoonzuster en dat is mijn schoonzuster. Drie stuks. Of kun je met taal? Ja, moet ik even hoe moeilijk dat is als je wel de speech kunt doen. Als je Obama niet ziet, als je Obama ziet, zweeg ze allemaal. Ja, hoor. Maar als je Jan van Oeten eet, mag ik nog niet zo lang. Mijn drie schoonzusters zet ik in de bloemetjes en ga zeggen waarom. Omdat ik denk, mijzelf kennende, mijzelf kennende, dat je hier een standbeeld verdient. Oei, en dat wel? Want je hebt er wel allemaal een goede vent, maar je een gemakkelijke vent. Ja, maar je moet eerlijk zien, pas op met onze gaven, met onze fouten, met dit, dat iedereen heeft dat. In heel de wereld. Stam maar eens op. Ik vind ook dat je hier dat een bloemetje verdient, ik ga je dat echt gewoon geven. Oh. Die hinderblieën, dat hinder al, dat is, Chantal,
dat van je rug is weer... Ja, kom dat is het grote nee, nou, dat is Obama of niet? Ja, ja, Obama of niet. Mijn speech is nog niet gedaan, omdat uiteindelijk mag mijn vrouw niet vergeten. Want van de vier jongens die verzekerd de moeders. Ik weet ze bij. Ik zeg dat ik veel minder ben. Ik zie de moeilijkste van de vier. Ja, ja, ja. En daarom kan zij tegen de bloemist, ze mag van een dubbele. Een dubbele, ja. Oh, ja. En ik heb van de vrouwen mijn dubbele gekocht. Ja. Mooi. Jan, Jan is de moeder. Van ons gevierd. Boch, maar ik loop. Als ze reclameert toch, vroeger op een pas getrouwd worden, kreeg ze van mij iedere week een bloem. Mom, haast. Maar dat krijg je toch? Oh, toch veel. Dat spreekt dat ook. We zijn er een bedrag gemaakt, een tijdje geleden dat ik niet meer naar hen kom. Dus spreekt ze nu van mij. Het is wel een goed keer. Ik vind dat het is. Maar het is wel een mooi boekje. Ja, mooi. Ja, ik heb wel veel geld in je naam als smeet nootjes. Ja, dit gaat, hè. Oh, mijn speech is niet gedaan. De jongens kunnen er geen illusies maken. Er komen maar niks voor de dag voor de jongens. Hè. Zijn champagne, ze kunnen straks eten. Dat al, als mee met een vrouw mee, dat is al... Ik heb voor Claudine een verrassing. Maar dat heb ik nu nog niet, maar dat is in de loop van de namiddag komt dat. Dus, bloemen heeft dan jongen, je hebt geen vent. Je hebt ook geen lastige vent, denk ik. Dus ik heb geen bloemen nodig. En ik weet niet wat hij nu naartoe gaat straks. Misschien zien we daar geen bloemen thuis, ik weet dat niet. Wel, ja, nee. Altijd bloemen. Ik heb geen bloemen, maar ik heb iets anders voor jou en dan ga ik dat straks wat krijgen. Dan ga jij straks ook in de belangstelling staan. En dan moet ook een speech doen. Ja. Als oudste zus. Voilà, dat was mijn speech. Ik hoop dat je straks nog lekker eet en drinkt. Dus straks nog lekker eten en drinken, geniet ervan, want het is elke dag opnieuw een nieuwe dag. En morgen is deze dag voorbij. Zeer belangrijk. Want als je 30 jaar bent en je zegt, we kunnen dit jaar niet op reis, we gaan volgend jaar op reis. Nu kan je dat niet meer zeggen. Tiffany aussi, c'est juste.
ça c'est encore un petit peu comme ça. C'est bon. C'est des bonnes nouvelles. Ik heb voor alles gezorgd. Ik heb dus ook gezorgd voor de bidon en de water. Maar die dacht dat gewoon nog zeggen. Dat is de bidon voor de kleine bloemen. Voor de bladeren. Voor de bladeren dat gewoon voor mannen is. En je het zelf zegt, zal het dan zeggen. Ja, maar niet aan in je deur. Nee, want dat moet nog komen. Ik heb veel reizen gemaakt. Dat is goed. En dan nog